In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is een straat nagemaakt van direct na de watersnoodramp in 1916. Figuranten spelen de dorpsbewoners. Ja, mijn man is gemobiliseerd, maar mijn moeder en de kinderen die komen er zo aan. De watersnood van 1916 trof vooral de regio Marken. In Noord-Holland vielen 19 doden. Nou, we staan hier bij een aangespoelde botter. In 1916, tijdens de overstromingsramp die de Zuiderzeeregio zwaar heeft getroffen, was de kracht van het water zo sterk dat botters op de kant werden gesmeten. Het Zuiderzeemuseum herdenkt dat de ramp 100 jaar geleden plaatsvond. Een andere reden is dat de overstromingsramp in 1916 heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de afsluitdijk werd aangelegd, dat Zuiderzee-IJsselmeer werd en er daarna ook een noodzaak ontstond om een Zuiderzeemuseum op te richten. Dus mede dankzij die ramp staan wij hier ook nu. Na de ramp ontstond een discussie over de aanleg van de afsluitdijk. Ze hebben het er steeds over dat ze de Zuiderzee willen afsluiten. Nou, en hoe komen wij dan aan de kost? Ja. Als we de Zuiderzee eerder hadden afgesloten, hadden we nu veel meer voedsel gehad. En dat was deze hele watersnoodramp niet geweest met alle schade van die. Dit wil je toch niet nog een keer meemaken? Die afsluitdijk, die kwam er. Maar volgens figurant Marianne Rijke moeten we blijven opletten. Maar dat eigenlijk toch van allerlei kanten best nog wel gevaar dreigt. We waren ons veilig achter dijken of wat er allemaal gebeurt. Hè. Er wordt ook veel gedaan, denk ik, momenteel met aan dijken, waterbeheer, noem maar op. Maar dat wil niet zeggen dat het niet nog eens een keer gebeurt in de toekomst. De Watersnoodstraat gaat zaterdag voor het publiek open.